Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Sammy, Jordi, Liam, lekker allemaal flesje. En ik ga ze zo dadelijk allemaal aankleden, want ze gaan, of ja, Jordi gaat weer naar school. En ja, daar moeten ze allemaal klaar voor zijn, hè. En jij moet even geholpen worden. Zo. Lekker, hè. Mijn liefste fles op. En dan ga ik zo dadelijk iedereen aankleden. Jezelf zo eerst even schoenen aandoen. En zorgen dat mijn tas klaar staat. Zorgen dat Jordi's tas klaar staat. En dan ga ik ze gewoon allemaal aankleden. En hopen dat alles en iedereen op tijd is. En dat Jordi een keer meewerkt. Dat hoop ik ook. En die kleine guppekop is weer op school. Ja, het ging allemaal goed. Hij was best vrolijk, hij had er zin in. Daar doen we het voor. Sam. Wat heb je in je mond? Geef eens hier. Oh, echt, serieus. Die gaat weg. Dit ding. Heeft hij in zijn mond. Hup, weg ermee. Nou, dan gaan we hier maar wat dingetjes doen, hè. En wat gaan we doen als Jordi naar school is? Lekker knuffelen. Wacht even, jongens. Laten we anders samen spelen. Televisie kijken en knuffelen. Sammy is lekker aan het spelen in zijn loopwagen even. En ga daar fruit maken. Maar eerst even knuffelen. Ja, knuffelen. Daar hebben we dat tijd voor. Sammy die ligt al in bed. Die was zo verschrikkelijk moe. Dat dat gewoon niet te doen was. Ik had de appelstroop aan mijn vingers zitten. Liam heeft net een boterham appelstroop op. Alsof hij een vlieg is. Het echt duikt erop en op weg. En ik had gisteren had ik nog een beetje, ik had gisteren puddingbroodjes gemaakt voor de kinderen. Ik had nog een beetje pudding over. Dus daar heb ik hem net ook een beetje opgevoerd. Dan is het op. Dan is hij lekker aan het drinken en dan gaat hij zo naar bed. Het is lekker rustig hier, moet ik zeggen. Ja. Ook het fruit en alles, dat ging helemaal smooth. En ik weet niet. Gewoon met Jordi is daar gewoon toch iets meer zorg van. Maar goed, hij gaat dadelijk naar bed. Ik ga dadelijk beginnen aan het avondeten al, want ik wil Hollands pannetje maken. Ik heb het vlees er al uit liggen. Dus die moet ik dadelijk even gaan aanbakken. En laten pruttelen, pruttelen, pruttelen. En ja, voor de rest ben ik gewoon van alles aan het doen, aan het rommelen. En ja, die dingen allemaal. Ik moest heel eventjes naar de Action toe, want zoals jullie weten is de fysio van Jordi weer terug. En ik heb altijd, omdat wij zo niet, we hebben gewoon een professionele band, maar ze is weer al vanaf Jordi's geboorte. En toch heb je dan een soort van band. Ik had een kleinigheidje gekocht voor haar dochtertje. Maar ik heb ook voor Sam had ik iets gezien, want ik mis nog steeds een mutje en dat soort dingen voor echt een baby. Want Liam wou er allemaal niet op, die onzin. En we zaten midden in de corona, dus ik kwam nergens. Maar ik heb dus een muts en wanten gekocht voor Sam. Dus hij, en hij heeft de muts nou op. Hij is helemaal stuk aan het gaan hier. Vind je zo leuk? Vind je zo leuk? Wat heb je op je hoofd? Lijkt wel kabouter Plop. Oh. Ja. Heet je broer op zijn hoofd. Kijk dan. Liam. Liam, kijk eens hier. Liam, kijk eens hier. Wat heeft hij op zijn hoofd? Wat heeft hij op zijn hoofd? Het is in ieder geval zo'n muts. Vond je het leuk?
En ik had ook van die kwelslappertjes. Want ik heb er 3 van die al. Maar ik grijp iedere keer mis. Vooral als je ergens dan heen gaat en zo. En nou dadelijk, we gaan toch steeds meer een beetje weg en zo. Dus ja. Dan heb je wel iets nodig. Dan heb je wel iets nodig. Maar ja, ik heb in ieder geval voor de fysiotherapeuten van Jordi heb ik in ieder geval dit. Ik zal het even laten zien. Het is deze tas. En dan heb ik altijd zo'n papiertje bovenop zitten. Dat is gewoon servet. En dan heb ik deze van die kwelslabbertjes. Deze heb ik ook voor Liam. Maar ik vond dit ook wel voor een meisje, want het is een meisje. En dan heb ik zo'nzelfde ding in het grijs. Voor het meisje. En dan heb ik een knuffeltje voor het meisje. En dan nog een kou iets. Iets om mee te kouwen. Deze. Dus ik heb weer lekker een cadeautje. Kijk, ik heb weer lekker een cadeautje. Ik heb een cadeautje voor de fysio. Want ik vind het gewoon belangrijk. In ieder geval, ik vind dat belangrijk. Ik hecht daar waarde aan. Dat hoeft natuurlijk niet iedereen te doen, maar ik hecht daar waarde aan. Het hoeft niet heel veel te zijn, het hoeft niet heel duur te zijn. Gewoon een kleinigheidje is leuk genoeg. Niels is thuisgekomen straks en we hebben gegeten en hij is nu alweer weg. Want hij moet met zijn moeder naar een tante toe, want die is overleden. Dus ze hebben vanavond kijkavond, om het even heel cru gezegd te hebben. Dat is echt gewoon afscheid nemen. En ja, aangezien hij morgen niet daarheen kan met zijn moeder. Dat doet dan weer mijn schoonzus gelukkig. Maar in ieder geval, hij is dan heen met zijn moeder. En dat betekent dat ik dus de kinderen naar bed moet krijgen. En dat ga ik even doen. Eerst tanden poetsen. Nou hebben we tegenwoordig een heel cyclus voor tanden poetsen. Dat ga ik even doen. We beginnen eigenlijk altijd met Sam. Want Sam heeft 2 tandjes en tandjes moeten ook gepoetst worden, hè? Auw. Auw. Waarom bijt je nou weer op mijn tanden? En dan de piranha jij. Maar daar doen we eigenlijk zijn hele bovenkant mee. Deze moet je afblijven, dank u. Daar doen we eigenlijk zijn hele gebit mee. Auw, die moet niet bijten. Auw. Je bijt hard, vriend. Gewoon puur en alleen om hem te laten wennen. Dit hebben we met Liam ook gedaan, hoor. Ja. Met de tandjes moeten schoon, hè? Ja. En als ik het niet goed film, sorry. Maar ik kan niet 20 dingen tegelijk. Ja. Kun je even zijn? Dank u. Bij Liam is het altijd iets lastiger. Want ik moet bij Liam altijd even knokken. Hoor je net? Hij weet dat we gaan tandenpoetsen. Bij Liam hebben we al 2 tandenborstels. En waarom? Dat is omdat ik eerst zelf de tanden poets en daarna mag Liam napoetsen. Eerst even vangen. Goed zo. Jawel, kom hier. Liam, je bent nog niet klaar. Jawel. Mama zegt dat jij tanden poetst. En als mama dat zegt, dan gaat dat gebeuren, jongen. Geloof me nou. Dan gaan we daar je broek verschonen. En dan mag je tandjes napoetsen. Goed zo. Hey, wat goed voor jou. Jawel. Je bent nog niet klaar. Je bent nog niet klaar. Mama moet nog even goed doen. Bijna.
goed zo. Bijna, bijna. Goed gedaan. Jezelf, alsjeblieft. Dan ga ik nou een luier verschonen, want hij stinkt. Zo, Liam die is omgekleed al in zijn pyjamaatje. En heeft zijn tandjes al aangepoetst. En dan gaan we jou eens poetsen. Bij jullie gaat altijd iets anders dan anders. Want hij heeft altijd een filmpje. En ik zet zijn speelgoed even weg. Hij gaat dan zelf zijn tanden voelen. Jordi? Mama gaat zijn tandjes poetsen. Goed zo. Hier hebben we heel veel opgeoefend. Oh nee, volgens mij willen ze dat we dit flapje openmaken. Hier gaan we. Werd je los? Wow, ballonnen. Werd je hem even los? Goed zo. Nee. Je bent nog niet klaar. Mama moet die kant nog doen. Oh groen. Jullie, mama is eindelijk gaan poetsen. Niet vasthouden. Zo. Nee, ik ben niet klaar. Bijna. Nee, bijna. Hallo, lieve Leo. Dag, Buddy. Hallo. Koekoek. Je bent nog niet klaar. Nee. Zit je daar te lachen, Sam? Barry gaat de ballon voor ons opblazen. Dat wil ik zien. Oké, Barry. Als jij blaast, hou ik de ballon voor je vast. Ben jij er klaar? Bijna. Bijna. Blazen jullie allemaal mee met Barry? Mama draait de borstel even. Oké, gaan we. 1, 2, 3. Mama is heel trots op jou. Hier zeker. Mama is heel trots op jou. Mama is heel trots op jou. Ja, mama is echt trots. Heel trots. Die is ook weer klaar. Even zijn mondje afdoen. Hoppakee. Kom eens even mama je mond afdoen. Goed gedaan. Zo, die taak heb ik weer vervuld. Dadelijk flessen maken. En ik zit ondertussen ook helemaal onder de tandpasta hoor. Maar ja, daar krijg je ervan hè. Kindjes en tanden niet willen poetsen. Maar ja, bij Jordi hebben we dus heel erg lang geoefend. Om dit voor elkaar te krijgen. En gelukkig moet ik zeggen dat het nu zover is dat ik kan zeggen, ja, ik heb zelfs tandpasta in mijn gezicht zitten. Juist. Zo, dat is ook weer weg. Nou, zo dadelijk flessen maken en dan moet ik Sam en Jordi nog omkleden en dan kunnen ze ook naar bed. Mama, vind jij ook lief? Ja. Ja. En een lachenwekkie. Ja. Meneer Tweetand. Oh. Mama gaat je zo omkleden. Ja. Ja. Doe nog een keer rennen. Doe nog een keer rennen. Ja. Nou, ik heb er twee in bed. Liam en Sam. En ik ben nou bezig met Jordi. Hij moet daar nog wel zijn pyjama aan. Maar
moet ik er ook even bij zeggen, we moeten ook anders nog 10 keer zijn luier gaan verschonen. En dat ga ik niet doen. Dus we zijn lekker eventjes samen hier aan het liggen. En dan komt dadelijk het nieuws erop. En dan ga ik hem aankleden of ja, omkleden. En dan gaat ook hij lekker naar bed. Morgen weer schooltje, hè? Dus dat. Ik ben blij dat ze daar in bed liggen. Ook Jordi ligt in bed. En dan zou je denken, Wendy, dan kun je lekker op je kont gaan zitten. Nee, want ik moet hier de boel nog eventjes gaan doen. En ik moet stofzuigen, dweilen en de hele zooi. En ik moet mijn was nog opvouwen. Want ik heb een berg was. Ik heb heel veel gewassen vandaag. En dat omdat morgen heb ik daar vrijwel geen tijd voor. Want om 8 uur 's morgens staat de fysio al aan de deur. Die komt Jordi dan halen met lopen en alles. En dan moet ik Jordi naar school brengen. Dan kom ik terug. Dan moet ik heel eventjes beneden nog van alles doen. En als ik Jordi heb opgehaald, komt daarna de juffrouw hierheen. Want we hebben een huisbezoek van de juffrouw. En dat is niet om te controleren of alles. Maar dat is gewoon om eens te kijken hoe dat Jordi leeft. En hoe zijn ouders erbij zitten, denk ik of zo. Denk ik. In ieder geval, het is een huisbezoek. Niks negatiefs, het is alleen maar positief. We gaan ook dingen bespreken over de toekomst van Jordi en zo. Dus ja, dan moet het hier wel natuurlijk netjes zijn. En aangezien ik niet altijd alles overal tijd voor heb, moet ik dat nu even doen. En straks als Niels thuis komt, gaat die jongen mij gewoon meehelpen. Want hij gaat niet op zijn kont zitten. Dat is één ding dat ik zeker weet. Inmiddels is Niels alweer thuis. En Liam die lag te slapen, maar die is wakker geworden, want hij heeft denk tuintjespijn. Ja. Hij heeft al de hele dag zure poep. En hij heeft hele rode wangetjes. Dat zie je niet echt op camera, maar zijn wangetjes zijn echt vuurrood wat dat betreft. Dus we denken dat het echt tandjes zijn. Hij heeft geen koorts of wat dan ook. Hij doet wel dit met zijn vingers in zijn mond, dus ja. We denken echt dat tandjes zijn. En is hij heel zielig. Ja, is heel zielig. Dus doet hij even met papa en mama knuffelen. En dan dadelijk gaat hij lekker slaapje doen. Mijn mama heeft een zetpilletje gegeven. En we hebben Dentinox gedaan op de tandvlees. En dan doet hij nou heel even Bing kijken. En dan mag hij zo lekker naar bed. Ja, jongen. Goedemorgen, Jordi die is oefenen met de fysio Kim en hij werkte vanochtend ook eerlijk mee, maar niet heus. Ik ga even mijn schoenen aandoen, de andere twee blagen even omkleden en aankleden en hoe je het ook wil noemen. En dan is de kwestie van dadelijk gaan. Liam is vannacht nog wakker geweest, hij heeft ontzettend last van zijn tandjes, dus ja. Het is nou helemaal zo. Nu is even de drukte voorbij. Laat die riem eens liggen. Dan moet je straf mee krijgen. Die moet je laten liggen. Grapje hoor, dat is niet serieus. We zijn weer thuis. De drukte is even voorbij. En ja, we gaan zo fruit maken. Heel even zitten. Maar, oh. Het is wel een gehaast zo af en toe hoor. Deze is voor Sam. Ik kan je vertellen dat op dit moment ik echt denk bij mijn eigen Jezus Christus Liam. Ik heb hem hier vastgezet en een koekje gegeven. Maar wat is hij vervelend zeg. Poepoe. Echt. Ik ga Sam doen en zorgen dat hij daar lekker naar bed gaat. Het is 11:50, maar ik denk dat ze voor 12 uur alle twee in hun nest liggen. Sam heeft zijn flesje. Hij is lekker zijn flesje aan het drinken. Ik heb brood gemaakt voor Liam. En dan kun jij eten. Lekker happen. Maar eigenlijk is het
Als hij het gaat doen tenminste, want hij kijkt zo bedenkelijk. Dit lust jij gewoon hoor, dit is leverworst. Dat eet je normaal ook. Mama Pig en ik waren vroeger heel goed in ballet. Hier. Het is ook niet heel hard. Je kan het gewoon kauwen. Hij heeft in ieder geval zijn boterham. En Sammy slaapt. En drinkt zijn fles. Lian wilde geen brood eten. Dus ik heb maar een flesje gemaakt. Met granen erin. Dus dan heeft hij gewoon papfles. Heeft hij toch vezels binnen. Hij heeft zoveel last van zijn kiezelgarem. Maar hij heeft geen koorts of wat dan ook. Dus dat is positief. Dus ja. Zielig. En dan heeft hij ook extra vocht binnen. Nou, ik heb mij maar even omgekleed. Want ja, als ik daar in mijn onesie Jordi weer gaat halen, zullen ze wel zeggen. Die loopt ook de hele dag in de pyjama rond. Die stuk daar ook. Maar goed, hè, dat is allemaal. Sammy is wakker. Die krijgt dadelijk nog een fles. We hebben nog ruim een uur. Dus ja. Lekker even laten rondlopen. Dan doe ik hem tegen 2:15 even een fles geven. En Liam slaapt nog. Ik heb hier opgeruimd. Vandaag eten we. Jordi eet met rijst. Wij eten met macaroni. Pasta saus gemaakt. Ik zal het even laten zien. Pasta saus. Ik kan nog heel veel gaan opruimen, maar het heeft gewoon geen nut. Want dadelijk als Liam weer wakker is en ik heb bijvoorbeeld zijn keukentje weer goed gezet of wat dan ook, dan gooit hij toch weer op de grond. Dus het heeft gewoon geen nut. Het heeft gewoon echt geen nut. Ik zal het even laten zien. Want wat die kleine rat dus doet, hier had ik een hele mooie setup voor zijn keukentje. Tadaa! Daar ligt hij. Ja, daar ligt hij, Sam. Wat vind jij ervan, Sam, dat je broertje dat doet? Of je broer, dat je broer dat doet? Nee, daar vind je er helemaal niet van, want dan kun jij er niet mee spelen. Want jij doet er ook graag mee spelen. Anyways, dat is dus het gebeuren, verhaal, wat je er ook maar van mag vinden. Dus ja, als ik dat nou weer goed ga zetten... Kleine lachenbek met je twee tandjes. Oeh. Overigens, als je me dit hoesje hoort doen. Dat komt omdat dat mijn zenuwhoesje is. En dit heb ik eigenlijk altijd na een verkoudheid. Dat blijft gewoon nog, dat kan nog maanden blijven aanhouden zelfs. Dat is gewoon een, ja, iets wat in mijn keel zit. Dat heb ik altijd al gehad. Op het moment dat ik mijn stem kwijt ben, kort daarna heb ik dat hoesje. En dat blijft. En dan tegen de tijd dat het weer voorbij is, dan is het weer lente. Dus als jullie mij dat hoesje horen maken, wat dan ook. Ja, wees dan niet boos op mij. Het is niet vies bedoeld. Ik kan het gewoon niet inhouden. Het is... iets wat ik mijn hele leven al heb. Ik weet niet anders. En dan ja, zeggen ze, ja, je moet meer drinken. En je moet dit en je moet dat. Luister, ik drink best veel. Maar dat is het allemaal niet. Dit is gewoon iets wat bij mij hoort. Zoals bijvoorbeeld dat het Down-syndroom bij Jordi hoort. En ja, je kan overal je eigen op willen aanpassen, maar dat gaat niet. En aangezien ik een ander ook respecteer en accepteer zoals ze zijn, hoop ik ook dat jullie dat bij mij doen. Dus bij deze, ik hoes gewoon de zenuwhoesje. Ik weet niet anders, ik weet niet beter.
Maar ik waarschuw jullie er gewoon even voor. Dan weten jullie dat. Trouwens, wat ik nog wel even wil zeggen. De reden dat je dat vaak gewoon niet hoort, is omdat ik het meestal weg edit of opnieuw iets vertel. Of, ja. Dus vandaar dat je dat vaak niet eens hoort. Alleen, ik kom erachter met editen dat ik het vaak ook wel gewoon doe. Dus ja, nou, in ieder geval ben niet boos op mij dat ik dat doe. Ik heb geen corona of een andere bepaalde ziekte. Dit is gewoon een zenuwhoesje. Wij hebben de juffrouw hier gehad. Niels is natuurlijk eerder naar huis gekomen. En we hebben nu gegeten. Wat we met de juffrouw hebben besproken, dat is gewoon voor de toekomst van Jordi. Waar we aan willen werken met Jordi. En daar hebben we besproken. En nou gaan de kindjes zo dadelijk in bad. En dan gaan ze weer naar bed. Dan was dat de dag weer. En Liam, je bent chagrijnig, hè? Hij schreeuwt de hele tijd. Ja. Maar goed. Dan gaan ze de kindje in bad doen. De kindjes liggen in bed, slapen, zijn lekker gedoucht. We hebben hier wat opgeruimd. En nou gaan we daar zelf naar bed. Yes. Ik ga nog een beetje was vouwen. Want ik moet was of kleding voor morgenochtend klaarleggen. Dus ja, we gaan deze upsen dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.